Wat ook zonde zou zijn als we geen kaas meer hadden, Gerrit Wals. Nee, dat je niet buitenom, hè? Nee. Welkom in de studio. Dank je wel. Nou, je hebt een feestweek, hè? Je vertelde net, Gerard, je zoon is getrouwd van de week. Ja, ja. En, die is afgelopen zaterdag getrouwd en die is nu op huwelijksreis. Maar voordat hij wegging, had hij erg veel huiswerk ding gedaan. Want ja. Ik draaide dingen dat de kompas open. En ja. Toen zag ik een advertentie staan en ik zag een redactie erin staan. En, maar ik wist van niks. Nee. En vrouwen ook. Dat was de verrassing, maar hij heeft dat op meer markten gedaan. Ja. En hij is weg. Ja. En papa staat in de wagen natuurlijk. Ja. En nu moet hij alle verhalen vertellen. En ja, je zit er middenin. Ja. 40 jaar bestaan. 40 jaar bestaan, 40 jaar kaashandel Gerrit Wals. Het begon in 67, wat deed je daarvoor? Ik ben op de technische school geweest en ik heb van timmerman geleerd. En dat, dat zou verder in gaan en dat lukte niet, omdat de scholen waren vol. Toen zei mijn vader, kom maar in het bedrijf bij me, weet je wel. Nou, dat heb ik dus. En wat was dat voor een bedrijf? Kippen, varkens en eenden eigenlijk. Ja. Dus varkens, de meeste kippen voor de eierenproductie. Ja. Nou, en dat hebben we aardig uitgebreid. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En dat vond ik wel leuk, maar totdat ik een beetje leeftijd had, dat ik ging stappen. Ja. En toen, zondagsmorgens en... moest ik ook om 6:30 wakker worden natuurlijk, want de beesten moesten, de kippen moesten voeren hebben en de eieren moesten opgescholden worden. Toen dacht ik, nou jongens, dat is mijn leven ook niet. Nee. Ik wil hard werken, maar dat vind je erg, maar toch een grens. Ja. Nou ja, dat zo is eigenlijk gekomen. Ja, wat ga je dan doen, zegt mijn vader. Ja, ik zeg, dat weet ik niet, het interesseert me niet zo erg, maar ik zeg, we bouwen het netjes af en... Mijn vader was ook echt op, dus het bedrijf afgebouwd. En, toen ik een periode gehad dat ik helemaal niks had. Werkeloos. Werkeloos, zeg maar. Ja. Toen leerde ik Carla kennen. En dat was in Enkhuizen. En ja, wat doe je? Nou ja, ik doe niks. Ja. 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 Dat is een leuk beroep, zei ik eigenlijk. Ja. Ik doe niks. Ja. En, maar ja, ik ben wat van plan. En toen was ik eigenlijk van plan om naar de markten te gaan, zeg maar. In die periode heb ik bij mijn buurman geholpen te paard leggen. En ik ging dan bij de eieren sorteren. En ik was bij de buren en het hooien. Dus Gerrit's handjes gingen even goed wel. En toen wou ik eigenlijk wel de markt op. Omdat mijn broer had een veentwijk hier door het dorp. En hier hielp ik ook dan wel. Maar dat vond ik eigenlijk ook niet. Hij zegt, maar dan gaan we samen. Ik zeg, dat zie ik niet zo zitten. Ja, ik zeg, ik wil wel de markt op. Nou, uiteindelijk kwam in Osdorp terecht. Ja. Nou, een beetje toeren. En toen Osdorp, die kwam meteen een beetje in opkomst. Ja. Er werd erg veel gebouwd. Nou, standplaats aangevraagd. En toen begonnen ze onverwachts een merk hier rekenen. Ja. En dat was 14 juni 67, ik zal het nooit vergeten. Ja. Ik had nog een beetje vakantieboek met jongens naar Oostenrijk, maar dat moest ik even zeggen, dus, want we gingen er tegen hen. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Dus zelf een kraam getimmerd. Maar de keuze, want je kon ook met kraaltjes gaan staan of fietsbanden of weet ik veel wat, je gaat op kaas zitten. Ja, maar dat toch bij mijn broer in Midden-Ventwijk. Dat kaasje trok me wel aan. Het is een prachtig product natuurlijk. Ja. En, nou ja, en dat zag ik er toen al zitten. Als ik wat verdien, en kan ik wat eten kopen. Verdien ik niks, heb ik toch kaars op de plank. Oké. Hoef alleen maar brood te kopen. Ja. Dus dat was al, vond ik al een aardige start. Ja. Dus ja, de keuze was op kaars. En de broer en de kippen, en dat hebben we een beetje samen gedaan in het begin. En dus dat was verschrikkelijk hard werken. Dus dat was de Ventwijk afbouwen. Van de broer, want die zag het toen ook wel zitten. En met de stal, bovenop de Volkswagenbus. En dus morgens de stal neerzetten in Oostdorp. En uitpakken en s'avonds weer de stal bovenop die Imperiaal. Die was er elke dag, die man? Dat konden we langzaam uitbreiden. Ja, okay. Dus geleidelijk aan de Ventwijk afbouwen. Ja. En een dagje hier in Oostdorp erbij pakken. Ja, ja. Nou ja, dat ging supergoed. Ja. Tot op een gegeven moment dat mijn vader, die was toen en ook bedrijfsdienst en die ging toen mee en die ging mee afrekenen, weet je wel, dat vond hij dan wel leuk. Ja. Voor de rest had hij ook nog een kaas van gegeten, maar afrekenen kon niet goed. Ja, ja. Dat was super en toen ging het zo goed en mijn vader zegt, de handel ook al zitten en ik zei, we moeten een winkelwagen nemen tegen mijn broer, maar die was eventjes benauwderder.
Mijn vader is nog met me mee geweest. Toen hebben we nog een tweedehands oude kermiswagen gekocht. In de Jan van Galenstraat, want daar stonden die kermisgasten. Nou ja, en die heb ik met mijn vader gekocht en die heb ik omgebouwd. Nog met even het oude kerk. Die zat de kermisriebouwer en die heeft nog wat grove handelingen gedaan. En toen ging de omzet weer een stuk omhoog. Maar ja, dat ging zo snel. Toen hebben we een tweelingwagen laten maken in Duitsland. Want Amsterdam had de mate van 4 bij 2. Ja. Dat is standplaatsmaten. Groter mocht het niet. Ja, maar bedoel met z'n kippen. En ik met de kaas. Toen hebben we gedaan. Een tweelingwagen, twee winkelwagens. Achter tegen elkaar aanrijden. Komt het schot ertussenuit. Daar hebben we toch 8 meter. En dan kon de gemeente niks aan doen. Ja. Ja, toen ging dat nog super. Ja, en dat hebben we jaren volgehouden. Ja. Toen ben je ook op verschillende markten terechtgekomen, hè? Ja, toen wou ik in Oostdorp groter gaan. Een grotere winkel aangenieuwen. En dat ging allemaal niet. Dat kregen we niet voor elkaar. Dus toen heb ik me in laten schrijven op markten. En toen kon ik in 1980 in Hoorn beginnen. En dat ging super. Dus mijn vrouw ging naar Oostdorp toe. Ja. Want die heeft dat nodig ook wel gedaan. Ja. Die ging naar Oostdorp, naar de standplaats, naar de winkelwagen met medewerkers. En ik ging de markt op. Ja. En toen in 1983, toen kon ik in Schagen komen. Nou, die hebben we er ook bij gepakt. Ja, ja. Nou, in 1987, toen kwam Landsmeer eigenlijk. Ja, ja. Het ondertussen ook nog een winkeltje in Oostdorp? Ja, maar dat is later gekomen. Okay. Toen ik bezig was met de grotere standplaats in Oostdorp, toen kreeg ik dat niet voor elkaar. In 1987, toen hoorde ik net, toen zegt Oostdorp, deelraad zegt, hier ligt een bouwlocatie, wil je daar bouwen? Ja. Nou ja, praten met Fred Schulp toen de tijd, die was hier ook bankdirecteur en die was ook voorzitter van Oostdorp, de winkeliersvereniging geweest, dus die is het hele gebeuren. Moet je doen, zegt Fred. Dus ik heb daar een paar winkeltjes gebouwd en één zelf gebruikt. En mevrouw erin, maar toen de tijd kwam Landsmeer, dus die lieten we ook niet lopen, want dat was een dorpsgebeuren. En dat vonden we ook schitterend natuurlijk. Dus, want toen zei mevrouw met Ada Everdik, die werkte ook bij ons, en dat moeten wij doen, Landsmeer. Ja, Landsmeer liep zo uit de hand dat het goed ging. Ja. Dus die moest zelf ook bij. Leuk. Dus toen is dat de winkel geworden in Amsterdam. En vleeswaren erbij, en nootjes, brandewijn, hartstikke leuk. En dat ging ook prima. Ja, tot een jaar of 5 geleden is de winkel dicht, worden ze onteigend. Want de gemeente had die ruimte weer nodig. Ja. Maar daar hebben we een hele leuke tijd gehad in Oostdorp. Dus. En nu nog steeds een leuke tijd, denk ik. Ja. Want je staat nog met een lach en zonder traan achter die marktkraam elke dag. Ja. Je bent op de markt gekomen, je bent een beetje de marktmeester ook. Hè? Een beetje de leidend figuur toch wel. Omdat ik in de merkcommissie zit, hier in Landsmeer en nog meer merken. Maar Landsmeer ook, kom eens gauw naar je toe, ga dit, zo. Ja. En als de merkmeester niet is, dan vragen ze mij meer, weet je wel. Goed, je hebt allerlei acties lopen, daar mogen we niet over praten, want dat is reclame. Ja. Je zoon beoogt de opvolger? Ja. Die gaat door, hè. Dus die kaashandel Gerrit Wals was dadelijk Gerard Wals. Ja, het is nu al op onze papiertjes Gerrit en Gerard. Dat zal hopelijk de andere kant op slaan. Ja. Ik bedoel, Hey, nog even over de markt nu. Wat ik zie op de markt is, je komt aan, je moet je auto ergens neerzetten of je fiets. Maar als je lopend bent, bijvoorbeeld de oudjes van de keren en dat soort, dat moet allemaal via die omweg, hè? Want het is allemaal afgesloten. Ja, dat is hopeloos. Hebben jullie onder te lijden qua bezoek? Ja. Ik heb zelf ook minder klanten. Ja. Afgelopen week was het iets beter, maar de non-food, zoals collega's met schoenen en met dierenvoeding en kleding, die krijgen nog hardere klappen. En worden jullie daardoor mee gecompenseerd bij de gemeente? Nee. Dat het goedkoper wordt om te staan? Ik heb wel, we hebben afgelopen maandag een commissievergadering gehad. Ja. Ik heb het wel naar voren gebracht. Nou ja, dat zou besproken worden, maar dat is gewoon de ervaring, dat is ondernemersrisico.